Tijdens de museumnacht werden alle zintuigen geprikkeld bij Atelier de Herenplaats. Nou, het is museumnacht vandaag. We zijn op Galerie Herenplaats en vanavond vindt daar een evenement plaats. Het heet Sensef. Ik ga met Bart praten. Wat houdt dat in? Sensef staat voor talentontwikkeling en ontdekking. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. En wat we doen is dat in specifiek mensen vaak met een schijnbare verstandelijke beperking, die natuurlijk ook heel veel talenten hebben, die gaan op zoek naar hun talent in een trainingstraject. Daar werken vaak ook studenten aan mee, dus ze gaan ook elkaar ontdekken en gaan met elkaars talenten in contact komen. En dat is vooral waar ze zelf over gaat. We willen een podium bieden voor ieders zijn of haar talent. En wat houdt dat praktisch gezien in? Wat ik zei, een trainingstraject, een aantal bijeenkomsten onder een professionele coach. Waarbij je eigenlijk met cultuur als voertuig op zoek gaat naar jezelf. En naar jezelf op zoek gaan, dat klinkt nooit zo sexy. Dus dat doen we vaak met verschillende workshops, als een DJ-workshop of met smaak en geuren. We betrekken daar altijd de zintuigen wel bij. En waarom speciaal de zintuigen? Is het daar nog een achterliggende filosofie achter? Het is iets wat je vaak merkt, dat wanneer een zintuig minder functioneert, dat anderen dat vaak beter gaan doen. En dat zie je ook nogal eens bij mensen met een verstandelijke beperking, die nogal eens een meervoudige beperking hebben. Dus of een auditieve beperking of visuele beperking daarnaast hebben. Waardoor ze juist door die schijnbare beperking iets anders heel goed worden. Is het dan de bedoeling om dat te stimuleren of juist dat zintuig wat het niet zo goed doet? Nee, het is juist om te stimuleren wat je dus uniek maakt en waar je goed in bent. Ja. Oké, om dat extra te versterken. Ja. Wie zijn jullie? Ik ben Abdel Ali. Ik ben Eluna. Je gaat interviewen. Wat ga jij dan doen? Ga je filmen of interviewen? Filmen. En vind je dat leuk? Ja hoor. Ja? Heb je dat al vaker gedaan? Ja. Ja. Dan ook met zo'n camera of met een andere camera? Grote en een kleine. Ja. En jij? Heb jij al eerder gefilmd? Ja, ik heb best wel vaker eerder gefilmd, ja. Met wat voor camera's heb jij dat gedaan? Ja, en met een heel grote en een keer ook met zo'n kleine. Dat was wel leuk. En vandaag ga je ook interviewen. Ja. Wat vind je daar? Leuk. Spannend ook wel. Ja. Hallo. Hi. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Tilburg. Oké, okay, leuk. Waarom werk je hier? Ik werk hier voor Sensef. Omdat ik het leuk vind vooral. Oké, en waarom Aromidoki? Ik ben er ingerold via een vriend van mij. En toen hebben ze laten zien wat het is. Ik heb het gezien en toen dacht ik, wow, dat wil ik ook doen. Dat is zo gaaf. Ja. Oké, okay, leuk. En wat voor geuren doet u allemaal? Het is voor geuren, alle geuren die je kunt bedenken. Ja. Oké. En hoe doe je dat? Ik doe alles met geurolie. Dus ik heb allemaal geurflesjes met bij me. En die doe ik in kokend water. Dan gooi ik het droge ijs bij. Het is heel koud ijs en doordat ik het bij het hete water doe, komt er heel veel rook vanaf. En die rook die blaas ik door de zaal heen. Hallo, hoe heet u? Ik ben Rianne, ook wel bekend als Elle Bandita. Wat doe je hier? Ik ben aan het draaien met een paar vrienden van me. Heb je het niet gezien? Ja. Ja? Dus dat gaan we lekker doen heel de avond. Welke muziek houdt u? Ik hou van heel veel soorten muziek, maar voornamelijk van rockmuziek. Zoals je misschien wel kan zien. Ja. Kijk, zo'n rockband bijvoorbeeld. Ja. Ja. Bedankt voor de interview. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat jullie een hele leuke avond hebben met heel veel goede interviews. Ja. Oké, okay. Dag. Dag. Wat doet u voor werk? Ik ben een disc jockey, een DJ. Oké. Okay. Waarom vindt u deze werk leuk? Ik vind het heel erg leuk om met muziek bezig te zijn. En dat is altijd al een hobby geweest. En ik dacht, als ik daar dan toch mijn werk van kan maken, dan doe ik dat met alle plezier. You're on the ride. You're on the ride horse.
dit is vooral een voor iedereen toegankelijk evenement, waarbij zintuigprikkeling een beetje de trigger is. Voor een aantal mensen maakt het dat toegankelijker. En voor mensen die in de basis de zintuigen allemaal hebben ontwikkeld, is het toch een extra touch. Het is een beetje het uitgaan 2.0. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Fijne avond.